Bijna 2 jaar was het het mysterie van Zeewolde. Wie is toch die grote Amerikaan achter de plannen voor een datacenter? Nou, vandaag werd het duidelijk. Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook, wil haar servers graag in het dorp huisvesten. Gert-Jan Verbeek en Almere City FC zijn uit elkaar. Verbeek en de club hebben tot nu toe een rampzalig seizoen achter de rug. Hij is nog geen half jaar in dienst geweest. En dat is de zoveelste keer dat een trainer het niet lang maakt bij City. En we naderen de feestmaand december. En hoe mooi is het om juist in die periode niet alleen aan je eigen cadeautjes te denken, maar ook aan een ander. Scholieren in Almere doen dat al volop, want ze hebben 1000 cadeaus ingezameld voor minder bedeelde kinderen in onder andere Moldavië en Roemenië. Het is woensdag 24 november. Dit is Flevoland. Goedenavond. Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, zit achter de plannen voor een hyperscale datacenter in Zeewolde. Dat is vanochtend bekendgemaakt tijdens een persconferentie waarbij de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland aanwezig waren. Al sinds 2019 is de gemeente Zeewolde in gesprek over de komst van een datacenter op bedrijventerrein Trekkersveld. Maar het was niet helemaal duidelijk om welk bedrijf het ging. Wethouder Egge-Jan de Jonge zegt blij te zijn dat de inwoners van het dorp nu weten om welke naam het gaat. Nou, we hebben meerdere malen gevraagd aan het bedrijf, maak je nou bekend? Waardoor je voorkomt dat mensen alleen maar gaan gissen. En ook dat je eigenlijk op 1-0 achterstand staat. Omdat mensen zeggen, nou, het zal allemaal wel, maar alles vindt in geheim plaats. Dus maak nou transparant wie je bent. Jullie zeggen dat jullie het beste voor hebben in de community waar je komt. Nou, wij denken dat het op dit moment goed is om je naam bekend te maken. En dat helpt je ook om zelf het verhaal te vertellen wie je bent en wat je doet. Het wordt dus Meta. Maar dat is dan ook het enige dat concreet werd. Want zekerheden op het gebied van bijvoorbeeld het benutten van restwarmte van het datacenter en werkgelegenheid kunnen Zeewolde en Flevoland nog niet bieden. Meta zelf was de grote afwezige tijdens de persconferentie. Toch heeft gedeputeerde Jan-Nico Appelman er alle vertrouwen in dat de komst van Meta naar Zeewolde goed is voor de hele regio. Wij denken dat dit bedrijf een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de digitaliseringsvraagstukken van ons MKB. We ze in verbinding kunnen stellen met onze hogescholen. Dat ze ook samen met ons willen gaan werken aan bijvoorbeeld heel praktische zaken als wiskundeonderwijs. Of meer vrouwen naar de techniek. Daar hebben ze in het buitenland ook hele mooie communityprogramma's voor. En we denken daarbij dat de komst van Meta ook de komst van andere gerelateerde bedrijven met zich mee gaat brengen. Dus we bouwen daar ook een economisch profiel mee op. Volgens wethouder De Jonge wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de afspraken die zijn gemaakt met Meta. Voor het einde van november wordt de gemeenteraad daarover op de hoogte gesteld, zodat hij op 16 december een besluit kan nemen over de plannen. Ondernemers in het stadcentrum van Almere nemen geen maatregelen om ervoor te zorgen dat bezoekers zich aan de 1,5 meter maatregel kunnen houden. Het winkelend publiek moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Het winkelend publiek in Almere moet er duidelijk nog even aan wennen dat het vanaf vandaag weer verplicht is om 1,5 meter afstand te houden. Tijdens de eerste coronagolf regelde de ondernemersvereniging looppaden op straat, hekken om winkels in te komen en beveiligers. De vereniging vindt dat mensen nu zelf verantwoordelijk zijn om zich aan de regels te houden. Dat kost natuurlijk allemaal heel erg veel geld, heel veel energie, heel veel inzet. Nou ja, die mogelijkheden zijn er nu gewoon niet. Volgens mij kent iedereen inmiddels de regels wel zo'n beetje. De kosten zouden te hoog worden voor de ondernemers. De ondernemers hebben dat samen met de gemeente vorig jaar inderdaad bekostigd. Dat hebben we ook gewoon zo uitgevoerd. Maar goed, ik hoop toch echt dat het niet nodig blijkt te zijn. Want de mensen moeten toch inmiddels na 1,5 jaar wel weten wat ongeveer van ze verwacht wordt. Ik hoop erg dat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het winkelend publiek kan zich voorstellen dat ondernemers niet opnieuw maatregelen willen nemen. Ik begrijp dat ze dat niet willen namelijk, want dat is te veel. Want waarom is dat te veel? Ja, de winkeliers moeten al zoveel rekening mee houden en dit ook erbij is te veel. Het blijft wel gewoon op eigen risico, weet je, want je kan er zelf ook nog aan werken. Bijvoorbeeld handschoenen dragen, mondkapje dragen, 1,5 meter houden. Maar het ligt echt aan jezelf en als die hekken niet meer kunnen komen, ja, dan kan het nu even niet. En jij zelf, ga je die 1,5 meter weer echt hanteren? Op sommige plekken wel, maar ik denk in de sportschool gaat het gewoon niet werken.
Maar op zo'n drukke straat als dit gaat het ook niet helemaal lukken. En wie denk jij dat de verantwoordelijkheid hiervoor zou moeten liggen? Stel, er zouden wel weer hekken moeten komen, lijnen op de grond. Is dat dan bij de ondernemers van het Stadshart of bij de gemeente Almere? Beide niet. Ik vind dat je moet er gewoon zelf aan denken. En het helpt mensen wel als je hek plaatst, maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk gewoon bij jezelf. Kort nieuws dan. Leerkrachten die in Lelystad komen werken krijgen voorrang op een huurwoning bij woningcorporatie Centrada. In totaal komen er 10 woningen vrij voor het huisvesten van leraren in het basis, middelbaar en speciaal onderwijs. Het gaat om een proef van 2 jaar. De voorrangsregeling lost het lerarentekort niet op, maar geeft een leerkracht misschien wel een extra reden om te reageren op een vacature. Het gaat echt om een experiment om te kijken, helpt dit de Lelystadse scholen om meer goede leerkrachten te binden aan hun school? Er is nog steeds geen nieuwe plek gevonden voor de collectie rondom ingenieur Cornelis Lely. De gemeenteraad wil de documenten, foto's en aandenkens graag bewaren. Maar bijvoorbeeld Batavialand neemt de collectie niet zomaar over. Verzamelaar en adviseur van de Cornelis Lely Stichting, Ed Voigt, is boos dat het zo lang duurt. Deze motie werd ondersteund door alle aanwezige raadsleden, 32. Wat is er sindsdien ondernomen? Helemaal niets. De gemeente Almere zoekt nieuwe fietsen voor het kinderfietsenplan van de ANWB. In dat plan kunnen mensen hun oude kinderfietsen doneren. Ze worden opgeknapt en uitgegeven aan kinderen die het niet breed hebben. Op dit moment merken we dat ongeveer 8000 kinderen en jongeren uit Almere echt nog wel een kinderfiets nodig hebben. Dus ja, hoe meer hoe beter. Als de Floriade volgend jaar te maken krijgt met grote schadeclaims, dan kan het evenement aankloppen bij de gemeente Almere. In bepaalde gevallen zal die dan de portemonnee trekken tot een maximum van 10 miljoen euro. Dit om te voorkomen dat de Floriade failliet gaat. Tientallen miljoenen zijn er de afgelopen jaren gestoken in de voorbereidingen van de Floriade. Voornamelijk afkomstig van de gemeente Almere, die om de zoveel tijd een bedrag overmaakt zodat het werk door kan gaan. Geld verdienen, dat doet het evenement aan de verkoop van toegangskaartjes. De inkomsten laten dus nog even op zich wachten. Maar wat als de ticketverkoop tegenvalt? Of nog erger? Met corona lopen ze natuurlijk het risico dat er een moment gaat komen dat mensen geen gebruik kunnen maken van hun kaartje en dat ze moeten terugbetalen. Dan moeten ze een stevig bedrag achter de hand hebben om dat te kunnen doen. Terwijl de Floriade dat bedrag dan dus niet op de bankrekening heeft staan, met waarschijnlijk een faillissement tot gevolg. Daarom zegt de gemeente nu, dan trekken wij wel de portemonnee. Maar alleen dan. En het tweede is wat we met ze hebben afgesproken, is dat we houden er rekening mee dat zich als de Floriade open is, dat er een calamiteit zich voor kan doen, een ongeluk of iets dergelijks, dat op dit moment niet verzekerbaar is. En daar zou een claim uit kunnen voortvloeien. Dat zou vervolgens kunnen leiden tot zeer veel financiële problemen, tot en met een faillissement. Dat willen we niet lopende de expo. Dus hebben we ze toegezegd dat in dat geval tot een maximum van 10 miljoen een beroep op de gemeente kan worden gedaan. Want een verzekering regelen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling, dat blijkt lastig. Nou, op dit moment, we hebben natuurlijk gezocht in de verzekeringsmarkt. En mede vanwege het unieke karakter van de Floriade, maar ook wel vanwege onzekere coronatijden, is het niet mogelijk gebleken om daar de gewenste verzekering voor af te sluiten. De kans dat het 10 miljoen daadwerkelijk uitbetaald moet worden, is volgens de wethouder klein. Daarom wordt het geld niet nu al opzij gezet. En hij is er duidelijk over. Het is echt alleen bedoeld voor tegenvallers door corona en andere calamiteiten op het terrein. De Floriade krijgt het geld niet zomaar. Onder zeer strikte voorwaarden. Dat klopt. Hier is het voor. Gert-Jan Verbeek is niet langer de hoofdtrainer van Almere City FC. Gisteravond is besloten om een punt te zetten achter de samenwerking die nog geen half jaar geduurd heeft. Het vertrek van hoofdtrainer Gert-Jan Verbeek bij Almere City FC komt niet bepaald als een donderslag bij heldere hemel. De breuk hing eigenlijk al weken in de lucht, want Almere City was bezig aan een rampseizoen. In de eerste 16 wedstrijden werd er 9 keer verloren en er werd slechts 1 thuisoverwinning geboekt. En als beide partijen dan ook nog eens aangeven geen fiducie te hebben in een snelle ommekeer, dan gaat men in goed overleg uit elkaar, zoals dat zo mooi heet. Directeur John Best gaf gisteravond tekst en uitleg. Het heeft op de een of andere manier heeft het gewoon niet beklijfd. Dat heeft niet gewerkt. Bij vlagen wel, laat ik er ook voorop stellen. Want we zitten nu wel 4,5 maand verder en er waren echt wel een aantal goede weken. Alleen nu voelt het toch weer als een soort van dat we terug bij af zijn.
En dat is uiteindelijk wel de aanleiding geweest tot de gesprekken van gisteren en vandaag. De smalijke thuisnederlaag van afgelopen vrijdag tegen MVV was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. De goals werden heel makkelijk weggegeven en na afloop betichtte Gert-Jan Verbeek zelfs een speler van sabotage. Nou ja, als je dan kijkt hoe de tweede goal tot stand komt, ja, dan zou je eigenlijk denken aan sabotage. Na afloop was Gert-Jan Verbeek behoorlijk aangeslagen en ik had toen eigenlijk al een beetje het idee dat hij voorsorteerde op zijn vertrek. Er komt ook een keer een punt voor mij dat ik zeg van hey, als ik het idee heb dat ik niet meer bereikt word, ja dan... Van de week is Art Langeler ook opgestapt. Hè. Die zag ook geen progressie meer en die zal ook zijn redenen gehad hebben. Dus dat kan. En soms wordt het voor je gedaan. Hè. Dan ziet de club te weinig progressie. Gert-Jan Verbeek werd in juni nog verrassend aangesteld door Almere City FC. De landelijke media spraken over een grote stunt. De oud-trainer van AZ en Feyenoord en enkele Bundesliga-clubs was misschien wel de man die Almere City het laatste zetje naar de Eredivisie kon geven. Als je kijkt naar de kernwaarden, jong, eigenwijs en ambitieus, dan denk ik dat ik daar in dat profiel wel aardig pas. En waar ligt die grote ambitie? Wat is het grote doel hier in de polder? De ambitie is om stabiel te presteren in de KKD-competitie. En vanuit daar uiteraard een gooi doen naar de Eredivisie, promoveren. Met Verbeek haalde Almere City natuurlijk ook een uitgesproken karakter in huis. Direct tegen alles en iedereen. En ik heb dat ook aan den lijve ondervonden toen ik hem in het begin van de competitie confronteerde met de vraag of hij zich niet zorgen maakte dat hij niet kon winnen van een jong ploeg. Ja, en dat is toch een rare vraag van jou. Ja, of ik... Ik vraag alleen of, of het je zorgen baart. Ja, maar dat vind ik een hele rare vraag. Ik vond het een hele normale vraag. Nee, ik vind het geen normale vraag. Ik vind het een hele rare vraag. Het is gewoon een vraag. Nee, het is niet gewoon een vraag. Het is een rare vraag. Maar goed, dat vind ik gelijk... niet een rare vraag. Ik vind het zelfs een domme vraag. Dat vind ik gelijk een enorm waardeoordeel. Oké, nou, dan zijn we nu klaar vandaag. Dan zijn we zeker klaar. Tot de volgende keer. Nou, lekker makkelijk. Ja. Uiteindelijk bleek het huwelijk tussen Gert-Jan Verbeek en Almere City een complete mismatch. Want Almere heeft eigenlijk geen wedstrijdindruk kunnen maken onder Verbeek. Dat is een grote nederlaag voor de club. Hè? Want jullie wilden eigenlijk een beetje afrekenen met dat imago wat jullie inmiddels hebben van trainerskerkhof. Het is de zoveelste trainer die er in no time uitvliegt. Absoluut. Ja. Nou, dat zeg je helemaal. Weet je. Dat vind ik een enorme teleurstelling dat het inderdaad nu weer gebeurt. En het mag ook duidelijk zijn dat dit wel ook gewoon tot een grondige evaluatie leidt om in ieder geval de verbeterslagen te maken die we nu echt moeten gaan maken. Want we zijn hier wel een keertje klaar mee natuurlijk. Almere City gaat nu op zoek naar een opvolger voor Verbeek. En voorlopig worden de honneurs waargenomen door de assistenttrainers Tim Bakens en Gerald Siebon. Leerlingen van verschillende basisscholen in Almere hebben de afgelopen 3 weken ruim 1000 cadeautjes ingezameld voor arme kinderen in Oost-Europese landen. De bedoeling is dat de cadeautjes rond de feestdagen hun eindbestemming bereiken. Deze school heeft ruim 200 cadeaus ingezameld. Daar zijn we enorm blij mee. En dat hebben de kinderen allemaal gedaan. En in de dozen zitten dan benodigdheden zoals voor school, schoolspullen, speelgoed, misschien hier en daar een kledingstuk. Ja, en waar gaan die heen? Deze cadeaus gaan allemaal naar Moldavië, Bulgarije, Roemenië. Ja, en waarom juist deze landen, maar niet landen in Afrika of in Azië? Nou, het is zo dat er is natuurlijk ook armoede in een hele hoop andere landen. Inderdaad, zoals je zegt, in Afrika ook. Daar zijn heel veel hulporganisaties zijn daar al bezig. Wij hebben gemerkt dat de kinderen in de Oost-Europese landen die wij aandoen echt vergeten kinderen zijn. En vandaar dat wij het belangrijk vinden om met onze actie deze kinderen een mooie kerst te bezorgen. Ja, waarom heeft u dat gevoel dat deze kinderen vergeten zijn? Nou, we zijn daar natuurlijk ook zelf geweest en we hebben dat echt persoonlijk ook gezien. En daar zijn echt, is de situatie gewoon echt schrijnend. Kinderen die vaak zonder ouders opgroeien, kinderen die alleen gelaten zijn. Veel van de ouders moeten naar het westen trekken om daar werk te vinden. Omdat er in het land zelf geen werk en geen geld te verdienen is. Daar blijven zeer veel kinderen achter, in erbarmelijke omstandigheden. Wat heb je allemaal ingezameld? Ik heb leerspullen ingezameld, zoals potloden, gums en andere leerspullen. En waar heb je dat gedaan? Gewoon thuis of bij vrienden? Bij vrienden, zodat ik meer kan doen, want andere mensen gebruiken dat ook niet. En waarom wil je deze kinderen helpen?
zodat ze een leuke leven hebben, zoals tekenen, zodat ze kunnen leren met zijn nummers en ook voor de lol. Als u deze cadeautjes erheen brengt, hè, wat doet dat dan met kinderen en hun families? Ja, wat je ziet is dat op het moment dat een kind een cadeau krijgt van een vreemd kind uit een ver land, dan geeft dat een beetje hoop. En dan merkt dat kind, ik ben niet vergeten. En die hoop, wij geloven heel sterk dat die hoop een positieve impuls brengt voor vertrouwen in de toekomst. En kinderen zijn nu dan eenmaal de toekomst. En als we dat op die manier kunnen ondersteunen, dan doen we dat heel graag. Ja, snel naar Roemenië en Moldavië met die cadeaus. Dit was Flevoland voor vandaag. Al onze video's, filmpjes en gesprekken zijn trouwens heel makkelijk terug te kijken via YouTube. En daar staat deze uitzending vanavond natuurlijk ook op. Geniet van je avond. Heel graag tot morgen.